Ik heb een soort ontdekkingsreis gemaakt naar Frederiksoord en Veenhuizen. En toen kwamen we erachter dat ik van moeders kant, dat we van Franse oorsprong zijn. Wat natuurlijk in mijn geval wel grappig is. We kwamen er ook achter dat mijn overgrootmoeder, zo ongeveer. Het speelt zich in ieder geval af in de eerste helft van de 19e eeuw. Dat hij daar naartoe is gegaan. Eerst naar Frederiksoord, waar ze werd ingekwartierd, om het zo maar te zeggen, bij een familie die daar al werkzaam was en woonde. En vervolgens is ze overgebracht naar Veenhuizen, want mijn oma, zal ik dan maar zeggen, die oma uit het verre verleden, dat was kennelijk niet zo'n nette dame. Die was, ja, wat ze precies allemaal heeft uitgestukt, weet ik niet. Maar ze had in ieder geval 13 kinderen van elke keer een andere meneer. Ja, de economische situatie na de Franse tijd hier in Nederland en wat later België is geheten, die was catastrofaal. Grote armoede, bedelaars, zwervers. Dat was, in potentie was dat een groep mensen die wel eens in opstand zouden kunnen komen. En dat moest je niet hebben natuurlijk. En Johannes van der Bos had een plan om die armoede te tackelen als het ware. Die zei, je moet die mensen te werk stellen. Dus die kwam met dat idee van kolonies in Noord-Nederland, in België, waar die mensen hun leven weer als het ware op de rails zouden kunnen krijgen. Mijn ontdekkingsreis was in de eerste plaats Frederiksoord. Nou, dat ziet er prachtig uit. Hè? Daar was het nog wel aangenaam, zal ik maar zeggen. En vervolgens, ja, Veenhuizen. En ik kreeg, gaandeweg kreeg ik wel te doen met die oma van vroeger tijden. Want ja, die zat daar op zo'n zaal waar ze dan in een hangmat sliepen. Dat was een vrij streng regime. Het was eigenlijk een soort gevangenis, kun je wel zeggen. Strafkolonie werd dat genoemd, geloof ik. En ze is daar dus ook overleden in de hangmat. En is in de hangmatje vervolgens naar het massagraf gebracht. Hè? En is in haar hangmatje dus ook begraven. En dat veldje waar dat soort arme sloebers begraven werden, dat is er nog altijd. Het is iets wat ik natuurlijk niet zo lang geleden heb ontdekt. En de dingen die vallen een beetje op hun plaats. En dat is dus wel iets wat mijn persoonlijke erfgoed is geworden, om het zomaar eens uit te drukken. De koloniën van weldadigheid zijn puur cultureel erfgoed. Niet alleen vanwege de resten die je nog kunt zien in het landschap, maar ook vanwege de gedachte die erachter zat. Het was een methode om armoede te bestrijden. En dat met eigenlijk hele progressieve gedachten. Ziekenfonds, leerplicht, dat soort zaken. Het was een methode om mensen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Vandaar ook dat ik van mening ben dat de koloniën van weldadigheid het echt waard zijn om op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te komen.